Zacharia, hoofdstuk 1. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van Jehovah tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, het welk luidde: Jehovah werd verontwaardigd op uw vaderen, en dat zeer hevig. En gij moet tot hen zeggen: dit heeft Jehovah der legerschare gezegd. Keert tot mij terug, is de uitspraak van Jehovah der legerschare, en ik zal tot u terugkeren, heeft Jehovah der legerschare gezegd. Word niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten riepen en zeiden: dit heeft Jehovah der legerschare gezegd. Keert alstublieft terug van uw slechte wegen en van uw slechte handelingen. Maar zij luisterden niet, en zij schonken geen aandacht aan mij, is de uitspraak van Jehovah. Wat uw vaderen betreft, waar zijn zij? En wat de profeten betreft, zijn zij soms tot onbepaalde tijd blijven leven? Wat evenwel mijn woorden en mijn voorschriften aangaat, die ik mijn knechten de profeten heb geboden, hebben die uw vaderen niet achterhaald? Zij dan keerden terug en zeiden: overeenkomstig datgene wat Jehovah de legerscharen in gedachten had ons te doen, overeenkomstig onze wegen en overeenkomstig onze handelingen, zo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van Jehovah tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, het welk luidde: ik zag in de nacht, en zie, een man rijdend op een rood paard. En hij stond stil tussen de myrtebomen die in de diepte waren. En achter hem waren rode, helrode en witte paarden. Ik dan zei: wie zijn dit, mijn heer? Daarop zei de engel die met mij sprak tot mij: ik zelf zal u tonen wie dit wel zijn. Toen antwoordde de man die stil stond tussen de myrtebomen en zei: dit zijn degenen die Jehovah heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Daarop antwoordde zij de engel van Jehovah die tussen de myrtebomen stond en zeide: wij hebben de aarde doorkruist en zie, de hele aarde is in stilheid gezeten en geniet rust. De engel van Jehovah dan antwoordde en zei: o Jehovah der legerscharen, hoe lang zult gij zelf geen barmhartigheid betonen aan Jeruzalem en aan de steden van Juda, die gij deze 70 jaar openlijk hebt veroordeeld? En Jehovah antwoordde vervolgens de engel die met mij sprak, met goede woorden, vertroostende woorden. En de engel die met mij sprak zei daarop tot mij: roep uit en zeg: dit heeft Jehovah der legerschade gezegd. Ik ben ten opzichte van Jeruzalem en ten opzichte van Sion jaloers geweest met grote jaloezie. Met grote verontwaardiging ben ik verontwaardigd op de natieën die onbezorgd zijn. Want ik van mijn kant was slechts in geringe mate verontwaardigd. Maar zij van hun kant hielpen mee aan de rampspoed. Daarom, dit heeft Jehovah gezegd: ik zal stellig met barmhartigheden tot Jeruzalem terugkeren. Mijn eigen huis zal daarin gebouwd worden, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen. En een meetsnoer zelf zal over Jeruzalem gespannen worden. Roep verder nog uit en zeg: dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: mijn steden zullen nog overvloeien van goedheid. En Jehovah zal stellig nog spijt gevoelen over Sion en werkelijk nog Jeruzalem uitkiezen. En vervolgens sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, er waren vier horens. Ik dan zei tot de engel die met mij sprak: wat zijn dit? Hierop zei hij tot mij:
Dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid. Bovendien toonde Jehova mij 4 handwerkslieden. Toen zei ik, wat komen deze doen? En hij vervolgde, dit zijn de horens die Juda zo zeer hebben verstrooid, dat volstrekt niemand zijn hoofd ophief. En deze anderen zullen komen om hen te doen beven, om de horens neer te werpen van de natie die een horen tegen het land Juda opheffen, ten einde het te verstrooien. Hoofdstuk 2. En vervolgens sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, er was een man, en in zijn hand een meetkoord. Ik dan zei, waar gaat gij heen? Hierop zei hij tot mij, Jeruzalem meten, om te zien hoeveel haar breedte bedraagt en hoeveel haar lengte bedraagt. En zie, de engel die met mij sprak trad naar voren en een andere engel trad naar voren hem tegemoet. Toen zei hij tot hem, loop snel, spreek tot de jonge man daarginds en zeg, als open plattelandsgebied zal Jeruzalem bewoond worden, wegens het grote aantal mensen en huisdieren in haar midden. En ikzelf is de uitspraak van Jehova, zal voor haar geheel rondom een muur van vuur worden, en een heerlijkheid zal ik in haar midden worden. Hé daar, vlucht dan uit het land van het noorden, is de uitspraak van Jehova. Want in de richting van de 4 winden des hemels heb ik uw lieden verspreid, is de uitspraak van Jehova. Hé daar, Sion, ontkom gij die bij de dochter van Babylon woont. Want dit heeft Jehova der legerschade gezegd. Achter de heerlijkheid aan heeft hij mij naar de natie gezonden die uw lieden met geweld plunderde. Want wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Want ziet, ik zwaai met mijn hand tegen hen, en zij zullen hun slaven tot buit moeten worden. En gij lieden zult stellig weten dat Jehova der legerschare zelf mij heeft gezonden. Roep luidkeels en verheug u, o dochter van Sion. Want zie, ik kom en ik wil in uw midden verblijven, is de uitspraak van Jehova. En vele naties zullen zich op die dag stellig bij Jehova aansluiten. En zij zullen werkelijk mijn volk worden. En ik wil in uw midden verblijven. En gij zult moeten weten dat Jehova der legerschare zelf mij tot u heeft gezonden. En Jehova zal stellig Juda als zijn deel op de heilige grond in bezit nemen. En hij moet alsnog Jeruzalem uitkiezen. Bewaar het stilzwijgen, alle vlees, voor het aangezicht van Jehova, want hij heeft zich opgemaakt uit zijn heilige woning. Hoofdstuk 3. En vervolgens toonde hij mij Jozua, de hoge priester, die voor de engel van Jehova stond. En Satan stond aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. Toen zei de engel van Jehova tot Satan, Jehova bestraffe u, o Satan. Ja, Jehova bestraffe u, hij die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een houtblok dat uit het vuur is gerukt? Wat nu Jozua betreft, hij was toen gekleed in bevuilde kleren en stond voor de engel. Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor hem stonden, ontdoet hem van de bevuilde kleren. En voort zei hij tot hem, zie, ik heb uw dwaling van u doen heen gaan, en gij wordt met lange statiegewaden bekleed. Daarop zei ik, laat men een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zette zij de reine tulband op zijn hoofd en bekleedde hem met kleren. En de engel van Jehova stond erbij. En de engel van Jehova ging getuigenis afleggen tot Jozua en zei, dit heeft Jehova der legerschade gezegd. Indien gij mijn wegen zult bewandelen, en indien gij mijn plicht in acht zult nemen, dan zult ook gij het zijn die mijn huis zult richten en tevens mijn voorhoven zult bewaken.
en ik zal u stellig vrije toegang geven onder deze die erbij staan. Hoor alstublieft, o Joshua, de hoge priester, gij en uw metgezellen die voor u zitten, want zij zijn mannen die als voortekenen dienen. Want zie, ik doe mijn knecht spruit komen. Want zie, de steen die ik voor Joshua heb neergelegd, op die ene steen zijn zeven ogen. Zie, ik graveer zijn graveersel, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen, en ik wil de dwaling van dat land op één dag wegnemen. Op die dag, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen, zult gij elk een de ander toeroepen, terwijl gij onder de wijnstok en terwijl gij onder de vijgenboom zit. Hoofdstuk 4. En de engel die met mij sprak, kwam vervolgens terug en wekte mij, gelijk een man die uit zijn slaap wordt gewekt. Toen zei hij tot mij, wat ziet gij? Ik dan zei, ik heb gezien en zie, er is een lampenstandaard, geheel van goud, met een schaal erbovenop. En zijn zeven lampen zijn erop, ja zeven. En de lampen die er bovenop zijn, hebben zeven pijpen. En er zijn twee olijfbomen naast hem. Eén aan de rechterzijde van de schaal en één aan haar linkerzijde. Toen nam ik het woord en zei tot de engel die met mij sprak, wat betekenen deze dingen, mijn heer? De engel dan die met mij sprak antwoordde en zei tot mij, weet gij werkelijk niet wat deze dingen betekenen? Daarop zei ik, nee, mijn heer. Bijgevolg antwoordde hij en zei tot mij, dit is het woord van Jehovah tot Zerubabel, hetwelk luidt, niet door een krijgsmacht, noch door kracht, maar door mijn geest, heeft Jehovah de legerscharen gezegd. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij tot een vlak land worden. En hij zal stellig de hoofdsteen tevoorschijn brengen. Juichkreten zullen ervoor opgaan. Hoe bekoorlijk, hoe bekoorlijk! En het woord van Jehovah kwam verder tot mij en luidde, de handen van Zerubabel zelf hebben het fundament van dit huis gelegd, en zijn eigen handen zullen het voleindigen. En gij zult moeten weten dat Jehovah de legerscharen zelf mij tot uw lieden heeft gezonden. Want wie heeft de dag der kleine dingen veracht? En zij zullen zich stellig verheugen en het schietlood in de hand van Zerubabel zien. Deze zeven zijn de ogen van Jehovah. Ze gaan de gehele aarde rond. En vervolgens nam ik het woord en zei tot hem, wat betekenen deze twee olijfbomen aan de rechterzijde van de lampenstandaard en aan zijn linkerzijde? Toen nam ik voor de tweede maal het woord en zei tot hem, wat zijn de twee bosjes twijgen van de olijfbomen, die door middel van de twee gouden buizen de gouden vloeistof uit zich laten stromen? Hij dan zei tot mij, weet gij werkelijk niet wat deze dingen betekenen? Daarop zei ik, nee, mijn heer. Bijgevolg zei hij, dit zijn de twee gezalfden die naast de Heer van de gehele aarde staan. Hoofdstuk 5. Toen sloeg ik wederom mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Hij dan zei tot mij, wat ziet gij? Daarop zei ik, ik zie een vliegende boekrol, waarvan de lengte 20 el is en de breedte 10 el. Toen zei hij tot mij, dit is de vloek die uitgaat over de oppervlakte van heel de aarde. Want iedereen die steelt, overeenkomstig dat wat op de ene zijde staat, is vrij van straf gebleven. En iedereen die een gezworen eed doet, overeenkomstig dat wat op de andere zijde staat, is vrij van straf gebleven. Ik heb hem doen uitgaan, is de uitspraak van Jehovah de legerscharen, en hij moet het huis van de dief binnengaan.
en het huis van degene die in mijn naam valselijk een gezworen eed doet. En hij moet in het midden van diens huis overnachten en het vernietigen met zijn balken en zijn stenen. Toen trad de engel die met mij sprak naar voren en zei tot mij: Sla alstublieft uw ogen op en zie wat het is dat daar tevoorschijn komt. Ik dan zei: Wat is het? Daarop zei hij: Dit is de Eva-maat die tevoorschijn komt. En hij vervolgde: Dit is hun aanblik op heel de aarde. En zie, het ronde lode deksel werd opgelicht. En zie daar, een zekere vrouw zat midden in de Eva. Hij dan zei: Dit is goddeloosheid. En vervolgens wierp hij haar midden in de Eva terug, waarna hij het lode gewicht op de opening ervan wierp. Toen sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, daar kwamen twee vrouwen tevoorschijn, en wind was er in hun vleugels. En zij hadden vleugels als de vleugels van de ooievaar. En geleidelijk hieven zij de Eva op tussen de aarde en de hemel. Ik dan zei tot de engel die met mij sprak: Waar brengen zij de Eva heen? Daarop zei hij tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear. En het moet stevig bevestigd worden, en ze moet daar op haar juiste plaats worden neergezet. Hoofdstuk 6. Toen sloeg ik wederom mijn ogen op en zag en zie, er kwamen vier wagens van tussen twee bergen vandaan. En de bergen waren koperbergen. Voor de eerste wagen waren rode paarden, en voor de tweede wagen zwarte paarden. En voor de derde wagen waren witte paarden, en voor de vierde wagen gevlekte, bontgekleurde paarden. En ik nam vervolgens het woord en zei tot de engel die met mij sprak: Wat zijn dit, mijn heer? De engel dan antwoordde en zei tot mij: Dit zijn de vier geesten van de hemel, die uitgaan nadat ze hun positie voor de Heer van de gehele aarde hebben ingenomen. Wat de ene betreft, waar de zwarte paarden voor gespannen zijn, deze trekken uit naar het land van het noorden. En wat de witte betreft, deze moeten uittrekken naar het land achter de zee. En wat het gevlekte betreft, deze moeten uittrekken naar het land van het zuiden. En wat de bontgekleurde betreft, deze moeten uittrekken en blijven zoeken waarheen ze zullen gaan, ten einde de aarde te doorkruisen. Toen zei hij: Gaat, doorkruist de aarde. En ze gingen de aarde doorkruisen. En vervolgens riep hij mij luid toe en sprak tot mij en zei: Zie, die daar uittrekken naar het land van het noorden, zijn het die de geest van Jehovah in het land van het noorden hebben doen rusten. En het woord van Jehovah kwam verder tot mij en luidde: Laat er iets genomen worden van de ballingen, ja, van Heldai en van Tobia en van Jedaja. En gij zelf moet op die dag komen, en gij moet het huis binnengaan van Josia, de zoon van Sefanja, met deze die uit Babylon zijn gekomen. En gij moet zilver en goud nemen en een luisterrijke kroon maken, en die op het hoofd van Josua, de zoon van Jozadak, de hoge priester zetten. En gij moet tot hem zeggen: Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Hier is de man wiens naam spruit is. En vanuit zijn eigen plaats zal hij ons spruiten. En hij zal stellig de tempel van Jehovah bouwen. En hij zelf zal de tempel van Jehovah bouwen. En wat hem aangaat, hij zal de waardigheid dragen. En hij moet neerzitten en heersen op zijn troon. En hij moet priester worden op zijn troon. En de raad van vrede, die zal tussen hen beiden blijken te zijn. En de luisterrijke kroon zelf zal gaan toebehoren aan Helem, en aan Tobia, en aan Jedaja, en aan hen de zoon van Sefanja, als een gedachtenis in de tempel van Jehovah. En zij die ver weg zijn zullen komen en werkelijk aan de tempel van Jehovah bouwen. En gij lieden zult moeten weten
dat Jehovah der legerscharen zelf mij tot u gezonden heeft. En het moet geschieden, indien gij zonder mankeren naar de stem van Jehovah uw God zult luisteren. Hoofdstuk 7. Bovendien geschiedde het dat in het vierde jaar van koning Darius het woord van Jehovah tot Zacharia kwam, op de vierde dag van de negende maand, dat is in Kislev. En Bethel zond vervolgens Sarezer en Regem-Melech en zijn mannen om het aangezicht van Jehovah te vermurven en te zeggen tot de priesters die tot het huis van Jehovah der legerscharen behoorden en tot de profeten, ja, te zeggen, zal ik in de vijfde maand wenen en een onthouding in acht nemen, zoals ik nu al, o wie weet hoeveel jaren heb gedaan? En het woord van Jehovah der legerscharen kwam verder tot mij en luidde, zeg tot heel het volk van het land en tot de priesters. Hebt gij, toen gij vastte en er geweeklaag was in de vijfde maand en in de zevende maand, en dit 70 jaar lang, werkelijk voor mij gevast, ja voor mij? En toen gij placht te eten en toen gij placht te drinken, waart gij dan niet aan het eten en waart gij dan niet aan het drinken? Dient gij niet de woorden te gehoorzamen die Jehovah uitriep door bemiddeling van de vroegere profeten, terwijl Jeruzalem nog bewoond was en onbezorgd, met haar steden rondom haar en terwijl de Negeb en de Shefela bewoond waren? En het woord van Jehovah kwam verder tot Zacharia en luidde, dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Oefens met ware gerechtigheid uw rechtspraak uit en betracht liefderijke goedheid en barmhartigheden jegens elkaar. En doet geen weduwe of vaderloze jongen, geen inwonende vreemdeling of ellendige tekort. En beraamt niets kwaads tegen elkaar in uw hart. Maar zij bleven weigeren aandacht te schenken, en zij bleven een weerbarstige schouder bieden. En hun oren maakten zij te ongevoelig om te horen. En hun hart maakten zij als een amarilsteen, om de wet en de woorden niet te gehoorzamen die Jehovah der legerscharen door zijn geest, door bemiddeling van de vroegere profeten zond, zodat er grote verontwaardiging van de zijde van Jehovah der legerscharen ontstond. En zo geschiedde het dat, net zoals hij riep en zij niet luisterde, zo ook zij telkens riepen en ik niet luisterde, heeft Jehovah der legerscharen gezegd. En vervolgens slingerde ik hen als door een storm weg onder alle naties die zij niet gekend hadden. En het land zelf is achter hen eenzaam en woest gelaten, zonder dat er iemand doorheen trekt en zonder dat er iemand terugkeert. En zij maakten het begeerlijke land voorts tot een voorwerp van ontzetting. Hoofdstuk 8. En het woord van Jehovah der legerscharen bleef komen en luidde, dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Ik wil jaloers zijn ten opzichte van Sion met grote jaloezie, en met grote woede wil ik jaloers zijn ten opzichte van haar. Dit heeft Jehovah gezegd. Ik wil naar Sion terugkeren en in het midden van Jeruzalem verblijven. En Jeruzalem zal stellig de stad van waarachtigheid worden genoemd, en de berg van Jehovah der legerscharen, de heilige berg. Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen op de openbare pleinen van Jeruzalem zitten, een ieder ook met zijn staf in zijn hand, wegens de overvloed van zijn dagen. En de openbare pleinen van de stad zelf zullen gevuld zijn met jongens en meisjes die spelen op haar openbare pleinen. Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Zou het, hoewel het te moeilijk zou schijnen in de ogen van de overgeblevenen van dit volk in die dagen, ook te moeilijk schijnen in mijn ogen, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen? Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Zie, ik red mijn volk uit het land van de zonsopgang en uit het land van de zonsondergang.
en ik zal hen stellig hierheen brengen. En zij moeten in het midden van Jeruzalem verblijven. En zij moeten mijn volk worden. En ikzelf zal hun God worden, in waarachtigheid en in rechtvaardigheid. Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Laat uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen deze woorden uit de mond van de profeten hoort, op de dag waarop het fundament van het huis van Jehovah der legerscharen werd gelegd, opdat de tempel gebouwd zou worden. Want voor die dagen werd het niet mogelijk gemaakt dat er loon voor de mensen was. En wat het loon van de huisdieren betreft, iets dergelijks was er niet. En voor wie uitging en voor wie binnenkwam, was er geen vrede vanwege de tegenstander, aangezien ik alle mensen tegen elkaar bleef opzetten. En nu zal ik voor de overgeblevenen van dit volk niet zijn als in de vroegere dagen, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen. Want het zaad van vrede zal er zijn. De wijnstok zelf zal zijn vrucht geven, en de aarde zelf zal haar opbrengst geven, en de hemel zelf zal zijn dauw geven. En ik zal stellig de overgeblevenen van dit volk al deze dingen doen beërven. En het moet geschieden dat net zoals gij een vervloeking onder de natiën zijt geworden, o huis van Juda en huis van Israël, zo zal ik u redden, en gij moet een zegen worden. Wees niet bevreesd, mogen uw handen sterk zijn. Want dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Net zoals ik in gedachten had te doen wat rampspoedig voor uw lieden was, omdat uw voorvaders mij verontwaardigd maakten, heeft Jehovah der legerscharen gezegd, en ik geen spijt gevoelde, zo wil ik in deze dagen wederom in gedachten hebben Jeruzalem en het huis van Juda goed te bejegenen. Weest niet bevreesd. Dit zijn de dingen die gij dient te doen. Spreek de waarheid met elkaar. Oefent met waarheid en het oordeel van vrede uw rechtspraak uit in uw poorten. En zint niet op rampspoed jegens elkaar in uw hart. En hebt geen enkele valse eed lief. Want dit zijn allemaal dingen die ik heb gehaat, is de uitspraak van Jehovah. En het woord van Jehovah der legerscharen kwam verder tot mij en luidde: dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. De vasten van de vierde maand, en de vasten van de vijfde maand, en de vasten van de zevende maand, en de vasten van de tiende maand, zullen voor het huis van Juda tot uitbundige vreugde en tot verheuging en tot goede feesttijden worden. Heb daarom waarheid en vrede lief. Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Het zal nog geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden zullen komen. En de inwoners van de ene stad zullen stellig naar die van een andere gaan en zeggen: laten wij in alle ernst gaan om het aangezicht van Jehovah te vermurven en Jehovah der legerscharen te zoeken. Ikzelf wil ook gaan. En vele volken en machtige naties zullen werkelijk komen om Jehovah der legerscharen in Jeruzalem te zoeken en het aangezicht van Jehovah te vermurven. Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd. Het zal zijn in die dagen dat 10 mannen uit alle talen der naties zullen vastgrijpen. Ja, zij zullen werkelijk de slip vastgrijpen van een man die een Jood is en zeggen: wij willen met u lieden gaan, want we hebben gehoord dat God met u lieden is. Hoofdstuk 9. Een formele uitspraak. Het woord van Jehovah is tegen het land Hadrach, en in Damascus rust het. Want Jehovah houdt het oog op de aardse mens en op alle stammen van Israël. En ook Hamat zelf zal aan haar grenzen, Tyrus en Sidon, want ze is zeer wijs. En Tyrus ging ertoe over zich een wal te bouwen en zilver op te hopen als stof en goud als het slijk der straten. Zie, Jehovah zelf zal haar uit haar bezit stoten en in de zee zal hij stellig haar krijgsmacht neerslaan
en in het vuur zal zij zelf worden verslonden. Askelon zal het zien en bevreesd worden. En wat Gaza betreft, ook zij zal van zeer hevige pijnen ineen krimpen. Ook Ekron, omdat zij in haar hoopvolle verwachting beschaamd zal moeten worden. En een koning zal stellig uit Gaza vergaan, en Askelon zelf zal niet bewoond worden. En een onwettige zoon zal zich werkelijk in Asdod vestigen, en ik zal de trots van de Filistijn stellig afsnijden. En ik wil zijn met bloed bevlekte dingen uit zijn mond verwijderen, en zijn walgelijkheden van tussen zijn tanden. En ook hij zelf zal stellig overblijven voor onze God. En hij moet als een stamhoofd in Juda worden, en Ekron als de Jebusiet. En ik wil mij als een voorpost voor mijn huis legeren, zodat er niemand zal zijn die doortrekt en niemand die terugkeert. En er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken, want nu heb ik het met mijn ogen gezien. Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zelf komt tot u. Hij is rechtvaardig, ja gered. Nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin. En ik zal stellig de strijdwagen afsnijden uit Efraïm en het paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de natieën, en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Ook gij, o vrouw, door het bloed van uw verbond wil ik uw gevangenen heenzenden uit de put waarin geen water is. Keer terug naar de vesting, gij gevangenen van de hoop. Ook deel ik u heden mee. Ik zal u, o vrouw, een dubbel deel vergelden. Want ik wil Juda treden als mijn boog. De boog wil ik vullen met Efraïm. En ik wil uw zonen, o Sion, opwekken tegen uw zonen, o Griekenland. En ik wil u maken als het zwaard van een sterke man. En over hen zal Jehovah zelf gezien worden. En zijn pijl zal stellig uitschieten net als de bliksem. En de soevereine Heer Jehovah zal zelf op de horen blazen. En hij zal stellig voorttrekken met de zuiderstormen. Jehovah der legerscharen zelf zal hen verdedigen. En zij zullen werkelijk de slingerstenen verslinden en bedwingen. En zij zullen stellig drinken, onstuimig zijn, als was er wijn. En zij zullen werkelijk gevuld worden als de schaal, als de hoeken van het altaar. En Jehovah hun God zal hen op die dag stellig redden als de kudde van zijn volk. Want zij zullen zijn als de stenen van een diadeem, die flonkeren over zijn bodem. Want o, hoe groot is zijn goedheid, en hoe groot is zijn schoonheid. Koren zal de jonge mannen doen gedijen, en nieuwe wijn de maagden. Hoofdstuk 10. Doet aan Jehovah uw verzoeken om regen in de tijd van de lenteregen. Ja, aan Jehovah die de onweerswolken maakt en die hun een stortbui van regen geeft. Aan elk een planten groei op het veld. Want de terafim zelf hebben gesproken wat magisch is. En de beoefenaars van waarzeggerij van hun kant hebben leugen geschouwd. En het zijn dromen zonder enige waarde die zij blijven spreken. En tevergeefs trachten zij te troosten. Daarom zullen zij stellig wegtrekken als een kudde. Zij zullen ellendig worden, omdat er geen herder is. Tegen de herders is mijn toorn ontbrand. En aan de bokkige leiders zal ik rekenschap vragen. Want Jehovah der legerscharen heeft zijn aandacht op zijn kudde gericht, het huis van Juda, en heeft hen gemaakt als zijn paard van waardigheid in de strijd. Uit hem is de hoofdpersoon. Uit hem is de ondersteunende regeerder. Uit hem is de strijdboog. Uit hem komt iedere taaktoewijzer voort, alle tezamen. En zij moeten als sterke mannen worden,
die in het slijk der straten stampen in de strijd. En zij moeten in de strijd verwikkeld raken, want Jehovah is met hen. En die op paarden rijden, zullen beschaamd moeten staan. En ik wil het huis van Juda superieur maken, en het huis van Jozef zal ik redden. En ik wil hun een woonplaats geven, want ik wil hun barmhartigheid betonen. En zij moeten worden gelijk degene die ik niet verstoten had. Want ik ben Jehovah hun God, en ik zal hun antwoorden. En die van Efraïm moeten net als een sterke man worden, en hun hart moet zich verheugen als van wijn. En hun eigen zonen zullen het zien en zich stellig verheugen. Hun hart zal blij zijn in Jehovah. Ik wil naar hen fluiten en hen bijeenbrengen. Want ik zal hen stellig loskopen. En zij moeten tot velen worden, net als degenen die tot velen zijn geworden. En ik zal hen als zaad onder de volken verstrooien. En in de verre plaatsen zullen zij mij gedenken. En zij moeten opleven met hun zonen en terugkeren. En ik moet hen terugbrengen uit het land Egypte. En uit Assyrië zal ik hen bijeenbrengen. En naar het land Gilead en de Libanon zal ik hen brengen. En geen ruimte zal er voor hen worden gevonden. En hij moet door de zee trekken met benauwdheid. En in de zee moet hij de golven neerslaan. En al de diepte van de Nijl moeten uitdrogen. En de trots van Assyrië moet neergehaald worden. En zelfs de scepter van Egypte zal wijken. En ik wil hen superieur maken in Jehovah. En in zijn naam zullen zij wandelen, is de uitspraak van Jehovah. Hoofdstuk 11. Open uw deuren, o Libanon, opdat een vuur onder uw ceders verslindt. Jammer, o jeneverboom, want de ceder is gevallen, omdat de majestueuzen zelf met geweld zijn geplunderd. Jammert, gij statige bomen van Bazan, want het ondoordringbare woud is tegen de grond gegaan. Luister, het gejammer der herders, want hun majesteit is gewelddadig geplunderd. Luister, het gebrul van jonge leeuwen met manen, want het trotse struikgewas langs de Jordaan is gewelddadig geplunderd. Dit heeft Jehovah mijn God gezegd. Wijd de kudde bestemd ter doding, want de kopers van de schapen gaan ertoe over ze te doden, ofschoon zij niet schuldig worden gehouden. En zij die ze verkopen zeggen, Jehovah zij gezegend, terwijl ik rijkdom zal verwerven. En hun eigen herders tonen in het geheel geen mededogen met hen. Want ik zal geen mededogen meer tonen met de bewoners van het land, is de uitspraak van Jehovah. Daarom, zie, ik laat de mensen een ieder in de hand van zijn metgezel en in de hand van zijn koning geraken. En zij zullen stellig het land verbrijzelen, en ik zal geen bevrijding uit hun hand bewerkstelligen. En ik wijde vervolgens de kudde bestemd ter doding, ten behoeve van u, o ellendige van de kudde. Ik nam mij dus twee staven. De ene noemde ik aangenaamheid, en de andere noemde ik eendracht. En ik ging de kudde wijden. En tenslotte verdelgde ik drie herders in één maanmaand, daar mijn ziel geleidelijk ongeduldig met hen werd, en ook hun ziel een walging jegens mij gevoelde. Tenslotte zei ik zal u niet blijven wijden. Laat die stervende is sterven, en laat die verdelgd wordt verdelgd worden. En wat de overblijvenden betreft, laat hen verslinden een ieder het vlees van haar metgezel in. Ik nam dus mijn staf aangenaamheid en hieuw hem in stukken, ten einde mijn verbond te verbreken dat ik met alle volken had gesloten. En het werd op die dag verbroken, en de ellendigen van de kudde die mij gadesloegen, kwamen op deze wijze te weten dat het woord van Jehovah was. Toen zei ik tot hen, indien het goed is in uw ogen, geeft mij mijn loon, maar zo niet, laat het dan. En zij betaalden mij vervolgens mijn loon, 30 zilverstukken.
Daarop zei Jehovah tot mij: werp het in de schatkist. De majestueuze waarde waarop ik van hun standpunt uit bezien geschat ben. Bijgevolg nam ik de 30 zilverstukken en wierp die in de schatkist in het huis van Jehovah. Toen hiew ik mijn tweede staf, de eendracht, in stukken, ten einde de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. En Jehovah zei voorts tot mij: neem u nog het gerij van een onnutte herder, want zie, ik laat een herder opstaan in het land. Aan de schapen die verdelgd worden, zal hij geen aandacht schenken. Het jonge zal hij niet zoeken, en het gebroken schaap zal hij niet helen. Het nog overeind staande zal hij niet van voedsel voorzien, en het vlees van het vette zal hij eten, en de hoeven van de schapen zal hij afrukken. Wee mijn nietswaardige herder, die de kudde verlaat. Een zwaard zal over zijn arm en over zijn rechteroog komen. Zijn eigen arm zal zonder mankeren verdorren, en zijn eigen rechteroog zal zonder mankeren verduisterd worden. Hoofdstuk 12. Een formele uitspraak. Het woord van Jehovah betreffende Israël is de uitspraak van Jehovah, die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal die alle volken rondom doet waggelen. En ook tegen Juda zal hij komen bij de belegering. Ja, tegen Jeruzalem. En het moet geschieden op die dag dat ik Jeruzalem tot een zwaar te torsen steen voor alle volken zal maken. Alle die hem opheffen, zullen zonder mankeren zelf ernstige schrammen oplopen. En tegen haar zullen stellig alle naties der aarde vergaderd worden. Op die dag, is de uitspraak van Jehovah, zal ik elk paard met verbijstering slaan en zijn berijder met waanzin. En over het huis van Juda zal ik mijn ogen open doen. En elk paard van de volken zal ik met gezichtsverlies slaan. En de stamhoofden van Juda zullen in hun hart moeten zeggen: de inwoners van Jeruzalem zijn mij een sterkte door Jehovah der legerscharen, hun God. Op die dag zal ik de stamhoofden van Juda als een vuurpot tussen bomen maken, en als een vuurfakkel in een rij pasgemaaid koren. En zij moeten ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verslinden. En Jeruzalem moet nog bewoond worden op haar eigen plaats, in Jeruzalem. En Jehovah zal stellig de tenten van Juda het eerst redden, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet te groot wordt ten opzichte van Juda. Op die dag zal Jehovah een verdediging zijn rondom de inwoners van Jeruzalem. En degene onder hen die struikelt, moet op die dag als David worden, en het huis van David als God, als Jehovah's engel voor hun aangezicht. En het moet geschieden op die dag dat ik alle naties die tegen Jeruzalem komen, zal zoeken te verdelgen. En ik wil over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de geest van gunst en smekingen uitstorten. En zij zullen stellig opzien naar degene die zij hebben doorstoken. En zij zullen stellig over hem weeklagen, zoals bij het geweeklaag over een enige zoon. En er zal een bittere jammerklacht over hem zijn, zoals wanneer er een bittere jammerklacht is over de eerstgeboren zoon. Op die dag zal het geweeklaag in Jeruzalem groot zijn, als het geweeklaag van Hadad-Rimmon in de valleivlakte van Megiddo. En het land zal stellig weeklagen, elke familie afzonderlijk, de familie van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, de familie van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, de familie van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, de familie van de Simeïten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, alle families die zijn overgebleven, elke familie afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.
Hoofdstuk 13. Op die dag zal er voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem een bron geopend blijken te zijn voor zonde en voor iets afschuwelijks. En het moet geschieden op die dag, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen, dat ik de namen van de afgoden uit het land zal afsnijden, en ze zullen niet meer gedacht worden. En ook de profeten en de geest van onreinheid zal ik uit het land doen verdwijnen. En het moet geschieden dat in geval er ooit nog een man zou profeteren, zijn vader en zijn moeder, zij die zijn geboorte hebben veroorzaakt, dan tot hem moeten zeggen: gij zult niet leven, want leugen hebt gij gesproken in de naam van Jehovah. En zijn vader en zijn moeder, zij die zijn geboorte hebben veroorzaakt, moeten hem wegens zijn profeteren doorsteken. En het moet geschieden op die dag dat de profeten beschaamd zullen worden, een ieder om zijn visioen wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren ambtsgewaad dragen met het doel te bedriegen. En hij zal stellig zeggen: ik ben geen profeet. Ik ben een man die de grond bebouwt, want een aardse mens zelf heeft mij van mijn jeugd af verworven. En men moet tot hem zeggen: wat zijn deze wonden aan u tussen uw handen? En hij zal moeten zeggen: die waarmee ik in het huis van wie mij intens lief hadden ben geslagen. O zwaard, ontwaak tegen mijn herder, ja, tegen de fysiek sterke man die mijn metgezel is, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen. Sla de herder, en laat de schapen van de kudde verstrooid worden. En ik zal stellig mijn hand doen terugkeren over hen die onbetekenend zijn. En het moet geschieden in het gehele land, is de uitspraak van Jehovah, dat twee delen daarin afgesneden zullen worden en de laatste adem zullen uitblazen. En wat het derde deel betreft, het zal erin overgelaten worden. En ik zal het derde deel stellig door het vuur heen brengen. En ik zal hen werkelijk louteren zoals men zilver loutert, en hen toetsen zoals men goud toetst. Het zal van zijn kant mijn naam aanroepen, en ik van mijn kant zal het antwoorden. Ik wil zeggen: het is mijn volk. En het zal op zijn beurt zeggen: Jehovah is mijn God. Hoofdstuk 14. Zie, er komt een dag die Jehovah toebehoort, en de buit van u zal stellig in uw midden verdeeld worden. En ik zal stellig alle naties tegen Jeruzalem ten oorlog vergaderen. En de stad zal werkelijk ingenomen worden, en de huizen zullen geplunderd worden, en de vrouwen zelf zullen verkracht worden. En de helft van de stad moet wegtrekken in ballingschap. Maar wat de overgeblevenen van het volk betreft, zij zullen niet afgesneden worden van de stad. En Jehovah zal stellig uittrekken en oorlog voeren tegen die natie als op de dag dat hij oorlog voerde, op de dag van de strijd. En zijn voeten zullen op die dag werkelijk staan op de berg der olijfbomen, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant. En de berg der olijfbomen moet midden doorsplijten, vanaf de zonsopgang en naar het westen. Er zal een zeer groot dal zijn. En de helft van de berg zal werkelijk naar het noorden bewogen worden, en de helft ervan naar het zuiden. En gij lieden zult stellig vluchten naar het dal van mijn bergen. Want het dal van de bergen zal helemaal tot Azel reiken. En gij zult moeten vluchten, net als gij gevlucht zijt vanwege de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. En Jehovah mijn God zal stellig komen, en alle heiligen met hem. En het moet geschieden op die dag dat er geen kostelijk licht zal blijken te zijn. De dingen zullen gestold zijn. En het moet één dag worden waarvan bekend is dat hij Jehovah toebehoort. Het zal geen dag zijn, noch zal het nacht zijn. En het moet geschieden dat het in de avondtijd licht zal worden. En het moet geschieden op die dag dat levende wateren uit Jeruzalem zullen uitgaan. De helft ervan naar de oostelijke zee en de helft ervan naar de westelijke zee. In de zomer en in de winter zal het geschieden.
en Jehovah moet koning worden over de gehele aarde. Op die dag zal Jehovah één blijken te zijn, en zijn naam één. Het gehele land zal veranderd worden als de Araba, vanaf Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. En ze moet oprijzen en bewoond worden op haar plaats, vanaf de Benjaminpoort helemaal tot aan de plaats van de eerste poort, helemaal tot aan de hoekpoort, en vanaf de Hananiëltoren helemaal tot aan de perskuipen van de koning. En men zal haar stellig bewonen. En er zal geen enkele verbanning tot de vernietiging meer plaatsvinden. En Jeruzalem moet in zekerheid bewoond worden. En dit zal de geestel blijken te zijn waarmee Jehovah alle volken zal geestelen die werkelijk krijgsdienst tegen Jeruzalem zullen verrichten. Iemands vlees zal wegrotten terwijl hij op zijn voeten staat. En zelfs iemands ogen zullen in hun kasten wegrotten. En zelfs iemands tong zal in zijn mond wegrotten. En het moet geschieden op die dag dat van Jehovah afkomstige verwarring onder hen wijd verbreid zal worden. En zij zullen werkelijk een ieder de hand van hun metgezel vastgrijpen. En ieders hand zal zich werkelijk tegen de hand van zijn metgezel verheffen. En ook Juda zelf zal oorlog voeren te Jeruzalem. En het vermogen van alle naties rondom zal stellig verzameld worden. Goud en zilver en kleren in buitengewone overvloed. En zo zal de geestel blijken te zijn van het paard, het muildier, de kameel en de ezel, en elk soort van huisdier dat zich in die legerkampen bevindt. Gelijk deze geestel. En het moet geschieden dat, wat een ieder aangaat die overblijft uit alle naties die tegen Jeruzalem komen, zij ook van jaar tot jaar moeten opgaan om zich neer te buigen voor de koning, Jehovah der legerscharen, en om het loofhuttefeest te vieren. En het moet geschieden dat wat een ieder aangaat uit de families der aarde die niet opgaat naar Jeruzalem om zich voor de koning Jehovah der legerscharen neer te buigen, ja, over hen geen stortregen zal komen. En indien zelfs de familie van Egypte niet opgaat en niet werkelijk binnengaat, zal er ook over hen geen zijn. De geestel zal komen waarmee Jehovah de natie geestelt die niet opgaan om het loofhuttefeest te vieren. Ja, dit zal de straf voor de zonde van Egypte blijken te zijn en voor de zonde van alle naties die niet opgaan om het loofhuttefeest te vieren. Op die dag zal er op de bellen van het paard blijken te staan: heiligheid behoort Jehovah toe. En de kookpotten met wijde opening in het huis van Jehovah moeten worden als de schalen voor het altaar. En elke kookpot met wijde opening in Jeruzalem en in Juda moet iets heiligs worden dat Jehovah der legerscharen toebehoort. En al degenen die slachtoffers brengen moeten binnenkomen en daarvan nemen en moeten daarin koken. En op die dag zal er geen Kanaaniet meer in het huis van Jehovah der legerscharen blijken te zijn.